nodig. Het gaat weer om dus een elftal. Als je nou die jeugdscoutingen neemt. Die zijn er nooit geweest zonder dat gewoon iedereen erbij was. Wat bedoel je? Iedereen. Dus stel dat er 100 jongetjes kwamen aan het eind van die selecties. Dan waren alle leiders erbij. En zeg je, ja, maar leiders. Ja. Leiders hadden bij mij helemaal bij die jeugd een enorme invloed. Omdat die de hele week, of tenminste het hele jaar, kun je bijna zeggen, altijd met dat soort leeftijdsgastjes omgaan. Altijd weten wat de kwaliteit is, wat er rondloopt, want die hebben ze elke week bij hun. Dus kunnen zij meteen de automatische graadmeter. En ik denk dat die evenveel invloed moet hebben. En als op een gegeven moment het meest vreemde verhaal is dat we zo'n instuif hadden en dat een van die trainers, mag ik zeggen, die zei van, waarom laten we dat jongetje niet terugkomen? Terugkomen. Heb je geen bal geraakt? Zegt hij juist erom. Heb je dat nou gedaan tegen Nikon of heb je dat nou gedaan tegen Goed Fraaili? Ja, dat kan beide. Ja, nou, waarom zou iemand wegsturen? Laat lekker terugkomen. Bleek dat hij niet kon voetballen. Maar het was niet bewezen. Nee. Dus wel zeggen, je wilde alleen maar zeggen dat alles mogelijk was. Ja. En ik denk dat nu op dit moment weinig mensen dat zouden durven zeggen. Jullie hadden ook, als jij dan, je ging ook naar die instuif met die jongetjes kijken, dan stond u met zo'n man of 5, 6, een beetje oude kankeraar, stond u dan te kijken. Nee, ik stond bij een groepje voetballers, laten we dat noemen. Want ja, iedereen moet leiding geven aan iedereen. Ja. Nou goed, je kan natuurlijk een leider of een jeugdtrainer, dan kun je natuurlijk geen leiding laten geven aan oud iets elftal spelers. Dat kan niet. Dus je moet je in groepen verdelen. En dat er dus de dingen gebeurd worden. Dus als die wat te zeggen hebben, ja, dan moeten ze natuurlijk wel en verstandig zijn. En als je dan wist, de eerste 11 waren dan duidelijk, moest je nog 12 en 13 hebben, omdat je ook iemand op de bank moest hebben, dan keek je wie de mooiste moeder was? Nee, dat lieten we. Nee. Nee, was bij ons te serieus. Nee. Geduld wordt natuurlijk. Het zit verrassend dicht in de buurt hoor, volgens mij. Nee. Het enige wat natuurlijk altijd wel belangrijk was, is dat. Als je in een leeftijdsgroep 4, 5, 6 hele goede hebt, dat de rest in dienst moest stellen van die 5 of 6. Ja. En waar ik natuurlijk nooit in discussie mee bemoeid heb, is nummer 14, 15, 16. Want dat is zinloos. Wel natuurlijk, laten we zeggen, 6 en 7. Want 6 en 7 zijn dus de gevallen dat je denkt van ja, kan die dan wel of kan die dan niet. Ja. Nou, een van de dingen, bijvoorbeeld voorbeelden, wat dus bij Ajax gebeurd is. Door het tegenhangen van wat we net eigenlijk gezegd hebben, dat Bergkamp eigenlijk weggestuurd werd, elk jaar. Omdat hij rechtsbuiten in de tweede helft al was. En eigenlijk elke keer in het zadel gehouden is, en waarom weet niemand, want het is natuurlijk niet uit te leggen, door 2 of 3 mensen. Die zeggen, ja, maar laat nou eens gaan, het is zo'n bleu jongetje. Misschien, stel dat hij eens doorkomt, stel dat hij eens echt fanatiek wordt, in ieder geval is het een heel goede voetballer. Ja. Nou, dat is een van de voorbeelden. Ander voorbeeld die natuurlijk door het systeem behouden is geworden, of eigenlijk aangenomen is Aaron Winter geweest. Aaron Winter, daar zag niemand wat in en hij was ook al 4 keer weggestuurd. En 1 leider en 1 trainer, die was Tarry Braas. Die zegt, ja, en ik wil hem toch meenemen naar een internationaal toernooi, want ik ben ervan overtuigd dat hij het kan. Toen zegt, nou, als je overtuigd bent, moet je hem meenemen. En als je vindt dat hij moet hij blijven, dan geef hem een jaar. We zien wel. Ja. Als jullie overtuigd zijn, dan ben ik er natuurlijk altijd 1000% op tegen om dus iemand weg te sturen. Ik stuur liever iemand weg die weinig vergeten hebt. Als dat je zegt van nou, een trainer of een leider is zo gecharmeerd van een jongen, dan moet je die gewoon houden. We hebben, je weet, we maken een boek met je met alle oude interviews, radio, televisie en geschreven interviews. Wat ons daarin opvalt, zijn een aantal dingen, komen we straks ook nog op, is jouw oog voor talent. 2 jaar voor je hem kocht, had je het al over Jan Wouters dat hij international moest worden. Toen hij 17 was, zei je al, Rijkaard haalt de top. Winter haalt de top. Witsche, weet ik niet. Heb je daar een speciaal... Heb je dat nog altijd, dat je een toch iets meer ziet dan wij zien? Ja, dat zou niet meer als logisch zijn natuurlijk. Als je goede voetballer bent, wil niet zeggen dat je goede trainer bent. Maar aan de andere kant, een van de beste dingen als trainer die ik dus heb, is analyseren. Dat je dus weet wat iemand kan. Ziet wat iemand kan. En dat normaal gesproken de beste stack uitzoekt. Dus dat het eruit kan komen. En waarom het er niet uitkomt. Dat zie je tegenwoordig. Waarom? Gaan we zitten? Nee, ja. Even de reden dat er dus weinig geen buitenspelers meer komen. Dat die buitenspelers tegenwoordig zo slecht opgesteld staan. Dat hoe ze in balverzit komen, staan ze tegen 2, 3 man. Dat is alleen maar een kwestie van opstellen.